Yo faggots, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik jullie verhaal vertellen op een gameplay. Ik ben een noob, ik fake andere youtubers, ik heb geen inspiratie shit the fuck up, rotweg unsub, en ga meer Jacob's tutorials kijken. Vandaag ga ik jullie een leuk verhaal vertellen. Ik wou het eigenlijk in een soort van praatvideo doen, maar dan had ik dat opgenomen en dat paste niet echt. Dus ik heb het dan op deze manier gedaan. Op de achtergrond zie jullie goede Overwatch gameplay gemaakt door mijzelf en mijzelf in de examenperiode. Ik ga jullie vandaag een verhaal vertellen van mijn laatste examen. Laatste examen is Altijd zo, het laatste duwtje, de laatste portie leerstof die je eruit moet doen. En dit jaar was mijn laatste examen Engels. En ik heb dan nog het redelijke voordeel dat mijn Engels eigenlijk echt wel supergoed is, dat ik er nooit iets voor moet doen. Dus mijn examen in Engels is altijd het examen waar ik niks voor moet doen. En als het dan bij het laatste examen valt, dan, ja, dan heb ik eigenlijk gewoon een dag vroeger gedaan met examens. Nu, het probleem was: de avond van het laatste examen speelde België tegen Zweden. En als echte Belg ga je natuurlijk als supporteren voor je ploeg, maar ik was zo'n guy en ik heb vrienden, en mijn vrienden hadden. Geen examens meer. Dus ik ben gewoon mee met hun geweest naar Brugge. We hebben daar op het EK dorp gekeken naar die matchen, En ja, dat was gesponsord door Jupiler. En ik heb daar fucking veel gedronken. Dan kan je zeggen dat ik een echte puber ben en dat ik veel bier drink en dat ik zag dat ik dronken was. Het probleem was dat ik er dag erna wel nog naar school moest gaan om mijn laatste examen te maken. Dus de nacht was geweldig. Wij zijn daar van 9 uur s'avonds gebleven, tot 5 uur morgens. Want ik kom pas terug naar huis om 5 na vijf 5 in de ochtend. Want dan reed de allereerste. Trein. En ik heb dan natuurlijk ook die trein genomen. Probleem was dat de nacht wel pittig was. Er is um, veel alcohol door mijn keel gegaan. En um, ja, ik voelde het toch duidelijk wel in mijn hoofd. Ik, uh, ik vond het pittig moeilijk om recht te lopen. Ik vond het pittig moeilijk om te onthouden wie ik was. En ik heb natuurlijk ook veel gesnapchat die avond. En. Ja, de, ja de, de, ik ben blij dat Snapchat Stories verwijderd om de 24 uur. Van die dingen, dat was niks om trots op te zijn. Dus we gaan eraan beginnen, dames en heren. En als jullie deze video nog steeds aan het kijken zijn op luidsprekers zet dan zeker even het geluid wat stiller. Of stop een koptelefoon in. Want als je ouders bent, horen dan ga je nooit meer naar mijn video's mogen kijken. Dus let's go! Woensdag 22 juni speelde België tegen Zweden. En het was een geweldige avond. Ook al wist ik dat ik de volgende ochtend nog een examen moest gaan maken. Dus, wat gebeurde er? Ik was in Brugge ik had een paar pilsjes gedronken, een paar cara pilsjes. ik nam de eerste trein terug naar huis om vijf na vijf. van de treinrit weet ik niks meer. ik weet alleen dat ik wel thuis ben gekomen. ik ben om zes uur in mijn bed gegaan. geen flow idee waar ik een uur heb gedaan. de treinrit duurde misschien vijf minuten of zo. ik kwam thuis. ik heb me in mijn bed gelegd. een uur later is mij wekker afgegaan. ik was nog steeds ik weet niet hoe ik dit mooi moet zeggen. Ik was nog steeds een beetje dronken. Ik ben uit mijn bed gekomen. Ik ben in de douche gaan staan. Ik ben een half uur in de douche gebleven. Ik ben eruit gekomen. Ik heb mij aangekleed. Ik had fucking veel hoofdpijn. Ik heb naar buiten gekeken. En het was fuck. King hard aan het regenen, echt, man, niet eens normaal. Het was echt gewoon alsof de hemel gewoon alles eruit aan het spugen was wat ik de vorige avond had gedronken. Maar ik gaf geen fek, want ik was ook nog niet zo helder in mijn hoofd. Dus ik heb gewoon mijn boekentas genomen en ben op mijn fiets gesprongen en ben naar school gereden door die fucking regen. Ik ben aangekomen op school, ik was kletsnat, ben binnen gegaan in die examenzaal, ik uh, heb eens gelachen naar al mijn vrienden. Ik denk dat zij ook wisten hoe laat het was. Ze zagen mijn hoofd, en je zag hen ook gewoon, yo, Nathan You drank too much, man. En ik, ik, ik gaf geen fuck. Ik ben daar gewoon naar binnen gegaan. Heb mij aan een tafeltje gezet. Heb mijn pen uitgenomen. Had ik door dat ik eigenlijk geen pen bij had. Dus ik heb nog een pen moeten vragen aan iemand anders. Dat was vreselijk. Toen kreeg ik die papieren. En toen pas op dat moment had ik door dat ik een examen in Engels had. Geen examen in Nederlands. Geen wiskunde, geen aardrijkskunde. Nee, ik moest een examen maken in een andere taal. Terwijl ik niet eens zo helder was in mijn hoofd. Dus dan had ik nog de struggle van: yo. How the fuck are we gonna do this? I don't know how to speak this language, man. En ik weet niet eens of ik dat examen in het Nederlands, of in het Engels, of in het Frans heb ingevuld. Ik weet alleen dat het heel snel ging. En ik, ik weet echt niet meer wat ik heb gedaan. Maar ik weet dat ik daarna wel nog een mondeling examen Engels had. En ik, ik kom binnen in dat lokaal en ik zie die mevrouw gewoon recht staan. En zij direct van: Ja, deze conversatie moet normaal in het Engels gevoerd worden. Maar die mevrouw zag ook al dat ik er niet meer zo super uitzag. Dus zij keek naar mij en in plaats van in het Engels te praten tegen mij zei ze, Nata, man. Wat is er gebeurd? En ik, ik wist wel dat ik mondeling Engels had. Dus ik bij mij gewoon in de stoel ga zitten. En ik zeg tegen haar: Yo, the night was heavy. The night was heavy. En ik weet niet waar het was. Maar ik sprak als een rapper tegen haar. Ik heb heel die nacht gewoon uitgelegd aan haar: In het Engels. Yo, ma'am, we went to the football. We drank some beers. En I drank too much beer. En die mevrouw kon haar lach niet inhouden. Maar ik heb dus wel alles uitgelegd aan haar. En op het einde komt ze zo redelijk dicht bij mij staan. Ze kijkt naar mijn ogen en ze zegt: Nathan, ik vind het echt zonde van je examen. Maar je hebt je mondeling echt bijna perfect gedaan. En ik zat daar helemaal blij in die stoel. Ik kon beginnen wenen. Ik was zo gelukkig. Ik dacht van, we just killed it. We just did it. Ik weet niet waarom, maar die mevrouw zag er ook redelijk gelukkig uit. Het was de laatste keer dat ik les van haar had gekregen. De laatste keer dat ik een examen van haar had gekregen. Want volgend jaar ga ik natuurlijk naar een andere school. Dus die, die leerkracht is ook altijd een van mijn favoriete leerkrachten geweest. En ze vond het gewoon leuk. Ze heeft niet gezegd dat ze het jammer vond. Of ze zei dat mijn mondeling gewoon goed was tenzij dat ze aan het liegen was, dat kan eigenlijk ook wel. Want ik weet er echt niks meer van, dames en heren. Zonder te liegen, ik weet niet meer echt wat ik heb gezegd tegen haar. Ik weet alleen dat ze zei dat het goed was. Dus ik, ik ben dan gewoon naar huis gegaan. Ik heb me in mijn bed gelegd en... Uh, ik heb geslapen tot de, de, de avond en ik ben wakker geworden. En nu zit ik hier in een stoel te vertellen wat er is gebeurd. Het grappigste was toch wel toen ik in die examenzaal zat. En ik steeds gewoon zat te kijken naar vrienden van mij. Die dan ook naar mij keken. Dan kregen zij een lachaanval en. Ja. We did, shit went down in that room, you know, guys. We all were like, oh shit. Want ik had gevraagd aan al mijn vrienden of ze niet meer gingen gaan naar Brugge. Maar natuurlijk hebben zij wel hersenen. En willen zij wel goede punten voor de examens. Dus de meeste hadden gezegd van, nee, wij gaan gewoon hier in televisie kijken. En dan gewoon slapen of zo. Maar ik was natuurlijk die guy die weer speciaal moest doen. En ik ben dan gewoon naar Brugge gegaan met vrienden van mij die geen examen meer hadden. Dus voor hun boei dit eigenlijk geen fuck was. Had, zij hadden al de zomervakantie. Dus fuck this shit. Dank om te luisteren naar dit verhaal. Ik hoop dat ik goede punten heb voor mijn examens. Ook al weet ik dat het slecht is, je hoopt altijd voor het beste. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ben AceZit, tot de volgende keer. Get the fuck out, like en klik de video weg. Yo, faggit. Een tweede strijk. Die strijk is weg en eigenlijk zijn al mijn strikes weg, dus mijn kanaal zit terug op nul strikes. Er is heel veel gebeurd in de laatste dagen op mijn channel.